Dan iets heel anders. Het is een beetje van de hak op de tak. Hij was berucht in Twente. Een crimineel die brute overvallen pleegde en moorde. Huttenklaas, de Holleder van de 18e eeuw. Wat helemaal van de 21ste eeuw is, is een escape room. Je wordt opgesloten in een kamer en je moet er via puzzels en raadsels zo snel mogelijk uit ontsnappen. In Delden is zo'n escape room. Erna, welkom. Jij bent van de escape room. Jullie hebben al twee thema's, laten we zeggen. Wat zijn die? We hebben als thema Café René, een cafeetje uit de Tweede Wereldoorlog van de serie Allo Allo. En de andere gaat over een Russische goudtrein die ergens in een tunnel staat, vol met zarengoud. En de enige kaart ter wereld die bestaat, die is vindbaar in die escape room. Dat is in Delden? Dat is in Delden. Bij die twee kan je gewoon gezellig je hele familie meenemen, kleine kinderen erbij, geen probleem. Maar die nieuwe escape room over Huttenklaas, die is 18 plus. Ja, die is te gruwelijk voor kinderen, dus die mogen er niet in. En Huttenklaas is iemand die woonde in Delden of de omgeving van Delden. Ja, het is altijd een beetje onduidelijk waar die nou precies vandaan kwam. Hè? Ik lees Hengevelden en Delden, een beetje die hoek. Het is Bentelo, de geboorteplaats. Hengevelden heeft hij gewoond. In Delden is hij gedoopt in de kerk. Daar is hij ook getrouwd. En uiteindelijk is hij bij de kerk van Delden ook aangehouden in de kleding van zijn slachtoffers. Waardoor hij uiteindelijk veroordeeld kon worden. En toen was hij al 75. Hij was echt op leeftijd. En hij had de gewoonte om de mensen met de bel de kop in te slaan. Gezellig type, hè? Ja. Dat was echt een gezellig type. Zijn vrouw en zijn zoon waren ook gezellig, hè? Die deden mee. Zijn zoon die nam het vooral over toen pa wat ouder werd. Die had een wat fermere slag. En de vrouw die hielp dan vooral het slachtoffer uitkleden, de kleren wassen, een verfbadje geven, zodat het niet makkelijk te herkennen was voor degenen die beroofd waren. In het begin moordde hij nog niet. Hij is begonnen als zeg maar struikrover. Maar hij werd steeds gewelddadiger met behulp van Jannes en Arne. Ja, wat is nou precies de aantrekkingskracht van dat verhaal? Nou, de aantrekkingskracht is dat die veroordeling van hem was het proces van de eeuw in 1775. Daar is 20.000 man op afgekomen. Het stond zelfs in de Haarlemse Courant dat die veroordeling plaatsvond. En het is zo gruwelijk, want je denkt, ja, Nederland is een keurig land, Overijssel, ook allemaal netjes. En je hebt het over de periode van de 18e eeuw. Dat was allemaal niet zo netjes. Dat was niet zo, want wat deden ze met hem? Ze gingen, toen hij veroordeeld was, op het galgenveld in Oldenzaal, dat is vlakbij het Hulsbeek, gingen ze eerst met een rat de benen breken, dan de armen. Vervolgens werd hij met zijn eigen bel de hersens ingeslagen. Daarna, hij heeft eerst moeten kijken hoe dat gebeurde met zijn zoon. Hij had hetzelfde lot. Zijn vrouw werd met een wurgpaal gewurgd. Later zijn ze gesleept aan een touw naar het galgenveld. En daar zijn ze opgehangen totdat ze ervan afvielen. Ter voorbeeld van anderen die ook dit soort dingen wilden gaan doen. Dus ja, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Vooral omdat Huttenklaas ook eigenlijk dagelijks bij de Weyenborg in Delden langskwam. He, ons pand is van 1739. Toen was Huttenklaas 29. Maar wat ik dan nou niet helemaal, ik snap het hoor. Het is een spannend horrorverhaal. Maar ja, dan ga je toch niet een bedrijfsuitje met z'n allen gezellig met de bel kijken. En wat we met Huttenklaas moeten doen. Nou, daar verkijk je je op. Ik verkijk me erop. De escape rooms zijn sowieso iets wat grote spanning veroorzaakt bij de mensen. En ook al zijn de twee andere thema's vrij onschuldig, de mensen die erin zitten overleven het zogenaamd niet. Die gaan dood als ze niet binnen een uur eruit zijn. Dus de muziek zwelt aan, het wordt allemaal heel spannend gemaakt. En de scene van Huttenklaas is dat je in een studentenkamer komt van een student criminologie. Die studeert aan het Saxion en die is helemaal bezeten van de oude mystiek van Twente. Dus helle honden, witte wieven en ook Huttenklaas. En er is de vloek van Huttenklaas, als je in zijn verleden gaat graven, dat overleef je niet. En jullie hebben het natuurlijk een beetje zo ingestoken van oktober, Halloween. Ja, als je binnenkomt, dan lijkt het eerst heel onschuldig, maar al heel snel barst het er van de geesten. En wat is een mooiere maand om te openen met zo'n nieuwe escape room, met zo'n thema.
als tijdens Halloween. Nou, misschien dat we bij RTV Oost nog een leuk bedrijfsuitje zoeken. Dankjewel. Het is nu, beginnen jullie met de try-outs en eind oktober dan kan iedereen de escape room boeken. Hè? Dan kan die geboekt worden, ja. Dankjewel.